Ja, tot nog toe te wisselvallig. En ook wel als je kritisch bent, het verwachtingsbeeld wat je had, dat is niet altijd beantwoord. Kijk maar wat er is gebeurd in het jaar, sportief, maar ook in de organisatie. Maar dat hoort er ook bij. Je ziet wel dat het een grote club is, zoals we nu zijn. Nee, de realiteit is dat Roda JC het moeilijk heeft dit seizoen. Kondigde dat zich al een beetje aan in de wedstrijd in Waalwijk? Dat was nog vroeg in het seizoen, maar jullie verloren met 1-0. Kijk, je hebt RKC op een manier denk ik achtergelaten waar vastigheid zat, waar voetballend vermogen zit. En dat herkenbaar speelde, dat zag je ook terug. Nou, dat heeft Erwin ook met zijn ideeën weggezet. Ze wonnen ook vaak met 1-0 onder jou, dat deden ze dus ook tegen Roda? Ja, bijvoorbeeld. En individueel, helaas heb ik ze, zei ik toen, te goed opgeleid. Want Braber scoorde tegen mij, oud-RKC-speler Benson scoorde tegen mij. Dus daar was ik allemaal niet zo blij mee. Maar jij had nooit gehoopt dat 3 wedstrijden voor het einde van het seizoen Roda JC-RKC nog zo'n belangrijke wedstrijd zou zijn? Nee. Ik had gehoopt dat we allebei, laat ik zo zeggen, RKC heeft het voor de winter heel goed gedaan. Na de winter heeft men toch wat moeite gekregen waardoor je wat terugvalt, maar dat kan. En wij hebben eigenlijk vanaf het begin te wisselvallig gespeeld en daar steeds rond deze plaatsen. En dan hoop je dat je allebei je doel haalt. Zo simpel is het. Als trainer wil je hier ook met je staf wat wegzetten, wat voortgang geven, maar ja, niet zoals we nu staan. En eigenlijk was dat vorig jaar ook wel. Ik weet dat ik afscheid nam tegen Roda JC, was die wedstrijd thuis. En dat was net bekend. En was eigenlijk ook wel cruciaal voor onze voortzetting richting play-offs. En voor Roda, jullie speelden allebei toen voor play-offs Europees voetbal. Nu spelen jullie allebei voor play-offs tegen degradatie. Ja, dus het is op een andere manier vergelijkbaar. Zei dat ik toen, ja, laat ik dan zo zeggen, aardig wat jaren bij RKC zat. Dus dan zit je anders op de bank. Nu als Roda zijnde. Ja, moeten we er alles aan doen om die wedstrijd te doen slagen. En ja, wij moeten, laat ik het dan zo zeggen. Want we hebben iets te veel gelijk gespeeld. Ja, want al dan niet sentimenten of een gouden speld van RKC. Als jullie kunnen willen met Roda en daarmee jullie veilig kunnen spelen, zullen jullie het niet aanlaten natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Je bent professional. Hè? Je praat over topsport. En ik loop ook al langer mee. Dus je hebt genoeg vrienden. Op het moment dat je tegen elkaar speelt, dan moet je dat gewoon ook los kunnen laten. Maar wel met heel veel respect. Zit er nog een terugkeer in van Ruud Brood bij RKC? Er komt binnenkort weer een vacature vrij. Ja, ik heb al mijn cv achtergelaten. Ik kan daarop solliciteren, denk ik. Of technisch algemeen directeur, hè? Ja, algemeen heb ik nog niet gedaan. Dus wie weet. Maar ja, dat is ook het voetbal. Hè? Joost de Wit bij deze dan, als hij weggaat, alle succes. Maar daar gebeurt iets in de organisatie. Nou oké, je kent de club wel. Het is niet zo dat het nieuw voor me is, maar het is wel bijzonder. En ja, zoals ik laatst daar was, als je dan ziet hoe je wordt ontvangen, ja, dat doe je gewoon goed. Klaar. En ik hoop nogmaals dat we allebei ons doel halen.